Morning! Ik heb vandaag voor jullie mijn wrap-up van alle boeken die ik heb gelezen in oktober. Het jaar is bijna voorbij. Ik ben er echt nog niet klaar voor. Het is nu november en dan heb je december. En dat is 2018. En blijf zeker kijken tot aan het einde van de video, want dan heb ik weer voor jullie een winactie. Oktober was voor mij een redelijk goede leesmaand. Ik heb veel kunnen lezen. En ik heb net iets minder af kunnen lezen dan wat ik wou. Maar dat komt omdat ik meerdere dingen tegelijk aan het lezen was. Allereerst heb ik twee luisterboeken geluisterd. Namelijk De Grijze Jager deel 6 en De Grijze Jager deel 7. Ik ben echt heel goed bezig met deze serie. De Grijze Jager deel 6 heb ik 2,5 sterren gegeven. En De Grijze Jager deel 7 3,5. Die werd een stuk leuker, vond ik zelf. Ik vind het heel moeilijk om te vertellen waar de individuele delen over gaan. Omdat ik ze zo snel achter elkaar luister. En soms dan luister ik één deel, duurt heel lang voordat ik hem af heb. En de andere keer gaat het heel snel. Dus ik weet niet precies wat waar gebeurt. Dus ik durf niks te zeggen om te spoileren. Buiten dat ben ik heel ver in de serie. Dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen als je de serie nog nooit hebt gelezen. Het is zeker een aanrader. Ik vind het heel fijn om naar de luisterboeken te luisteren. Omdat het een wereld is die veel wordt beschreven. Maar niet ingewikkeld. Het enige wat ik nog steeds heb is dat de vrouw die het voorleest vind ik heel irritant. En dat komt voornamelijk omdat zij soms stemmetjes doet. Waarvan ik denk van ja, oké, het is geen kleuterboek. Het is gewoon, het begon als een jeugdboek. En het is nu best wel young adult aan het worden. Het is soms echt best wel bruut. En ik vind stemmetjes oké, maar het zijn zulke kinderlijke stemmetjes of zo. Van, dan heb je een slechte man en zo. Buiten dat, Will is de hoofdpersonage. Hij is dus een grijze jager. In opleiding gedurende het boek. En hij begint nu dan zijn opleiding te voltooien. Waar ik ben. En hij is een jongen. En het is een vrouw die het voorleest. En toch grotendeels wordt vanuit zijn perspectief. Of vanuit zijn beste vriend die ook een jongen is. Of vanuit zijn mentor die ook een jongen is. Een man is. Dus waarom een vrouw? Snap je? Je hoort een vrouwelijke stem heel veel mannen gedachten vertellen. Desalniettemin, hele leuke serie. Het is echt wel een serie waarvan ik denk van als je van fantasy houdt. Een serie die je wel moet hebben gelezen. Het is wel leuker denk ik als je wat jonger bent. Omdat je dan veel meer geïnvesteerd bent in. Het is echt een beetje kasteel en ridders feelings. En dat vind ik heel leuk. En zeker als je wat jonger bent, dan is dat natuurlijk helemaal wauw. En dan is dat de fantasy wereld. En nu ken ik al wat meer en ben ik wat meer ervaren en is dat wat minder. Maar nog steeds echt een must read, vind ik. Maar ik vind het heel knap dat ik na 7 boeken nog steeds geïnteresseerd ben in deze mensen en in dit verhaallijn. Dus bed je af, John Flanagan. Dan is oktober natuurlijk de maand van Halloween. Ik heb dit jaar weinig gedaan aan Halloween. Ik vind het wel heel leuk om veel te doen met Halloween. We hebben een enge film gekeken en we zijn door Zoetermeer Centrum gelopen. Daar had je een soort van giezelbos. Dus het was leuk, maar heel druk. Dat vind ik het jammer aan Halloween. Het wordt steeds populairder in Nederland, wat ik heel leuk vind. Maar er zijn meer mensen die het willen doen dan dingen die er zijn om te doen. Dus de dingen die er zijn om te doen zijn heel druk. Dus dit is al het tweede jaar dat het is gefaald. Allereerst heb ik voor Halloween The Graces gelezen van Lauren Eve. Dit is het eerste deel in een serie. Volgens mij, we weten het nog niet. Het tweede deel komt hopelijk begin 2018 uit. Ik heb dit boek 4 sterren gegeven. Ik vond het echt een superleuk boek met heel veel sfeer. Echt een beetje à la de Ravenjongens en... Oh, het was zo leuk. Het is zo goed geschreven ook. Lauren Eve weet echt op een manier te schrijven waardoor alles heel mysterieus voelt. Als er iets wordt gezegd, dan heb je het gevoel dat er nog meer onder zit. En dit is niet alles. En dat maakt dit verhaal zo leuk. Er zit heel veel sfeer in, heel veel mysterie. En je weet niet wat nou echt is en wat niet. Het gaat dus over River Page. En zij heet niet echt River Page. En dat is ook super leuk. Zij heeft een andere naam, maar wij weten die naam niet. Maar zij heeft zichzelf River Page genoemd. River Page die verhuist dus naar een stadje. En daar wonen de Graces. En de Graces is een familie van twee dochters en een zoon en de ouders. En die wonen in een heel mooi huis met heel veel feeling. En zij zijn hele excentrieke mensen. En iedereen is door hun geobsedeerd in het dorpje. En iedereen wil bij hun horen en iedereen wil hun zijn. En dat is ook wat River Page wil. Het wordt ook gezegd dat de Graces heksen zijn. En River Page vindt dat juist hetgeen wat zo interessant is. Want zij heeft zelf ook een geheim en zij hoopt dat ze haar daarmee kunnen helpen. Superleuk.
vlot om doorheen te lezen. Zoveel sfeer in dit boek en zoveel leuke personages en zoveel wendingen. Er zit ook een romance in dit boek, maar dat is niet helemaal zoals het een romance hoort te lopen normaal in een young adult boek. Zoveel leuke dingen zitten hierin en ik kan niet wachten op het tweede deel. Dan, om een beetje in de heksensfeer te blijven, ben ik verder gegaan met Zwartspreuk van Claudia Gray. En dit is gewoon volop Sabrina heksen. En ik heb deze dan ook 4,5 ster gegeven. Claudia Gray schrijft zo vlot en zo... Het voelt alsof je... Het is echt zo'n, alsof je een film kijkt, maar dan The Best of Both Worlds. Want je hebt ook gewoon het boekaspect dat je de details en de gedachten van mensen krijgt. Dus het is echt... Fenomenaal. Dit verhaal gaat over Nadia en Nadia is dus een heks en eigenlijk kunnen alleen vrouwen heksen zijn. En dat is dus iets wat wordt overgedragen van moeder op dochter wanneer je afstamt van de ambt. Het heet dat dan volgens mij, I don't know. Maar haar moeder is dus weggegaan en waardoor Nadia, haar vader en haar broertje besluiten te verhuizen naar dit pittoreske dorpje. Maar daar is heel veel kwaad en daar komt Nadia snel achter en ze probeert het eigenlijk op te lossen. Want ze begint zich te hechten aan dit dorpje en de mensen erin. Dus ze wil het redden. En ondertussen moet ze ook gewoon leren hoe ze een heks moet zijn. Dit verhaal heeft heel veel nieuwe manieren om te kijken naar heksen en wat ik heel leuk vind. Het is niet gewoon à la Hocus Pocus. Er komen wel gewoon origineel de spreuken aan bod, maar ook meer gevoelens. Het is dus zeg maar als zij een spreuk moet uitspreken, dan moet zij aan 3 dingen denken. Bijvoorbeeld het verlies van iets belangrijks. En dan vult ze dat ook in en dat is niet per se zoals je het zou verwachten. En dat vind ik dus heel leuk. Zij moet dus elke keer 3 ja, soort van cryptische dingen voelen en bedenken. Het is een beetje vaag uit te leggen, maar het is zo leuk dat dat een manier is waarop zij haar magische krachten manifesteert. Daarnaast is er gewoon een hele society om deze heksen heen en regels waar ze zich aan moeten houden. En dat maakt ervoor dat het zo'n grote wereld wordt waarvan ik zelf denk van ik wil erbij horen. Make me a witch, please. Het enige wat ik bij deze minpuntje vond waarom die geen 5 sterren kreeg is omdat er een romance in zat waarvan ik weer denk van ja, we gaan weer op de cliché tour, insta love, ik vind jou leuk, want I don't know. En dat vind ik altijd een beetje jammer. Wat ik ook heel leuk vind aan dit verhaal is dat je ook de blik krijgt van de evilness zeg maar in het dorpje. Nadia die gaat dus vechten tegen iets wat slecht is en op een gegeven moment komt er een stukje een beetje achter wat het is. En ondertussen lezen wij gewoon vanaf dat perspectief. En dat vind ik heel leuk, dat wij meer weten dan Nadia en wij weten hoe slecht het is en Nadia misschien nog niet helemaal wat de bedoeling is. En dat vind ik wel heel leuk en heel uniek. Toen wou ik eigenlijk voor Halloween ook nog het boek Night Film lezen, maar die was wat te dik. En ik wist dat ik daar niet aan toe kwam. En toen kreeg ik een mailtje van Lily Mitchell en dat was echt perfect. Want zij heeft dus een verhalenbundel geschreven met korte creepy verhalen. En dat was echt perfect. Dan heb je korte verhalen, dan kan je vlug doorheen. It was lovely. En dat is het boek One for the Birds. Dit is dus een verhalenbundel met meerdere korte verhalen. De meeste zijn zo'n 5 pagina's lang. Allemaal verschillende settings. En dat was zo leuk. Dit is het eerste verhalenbundel dat ik heb gelezen. En ik ben nu echt geobsedeerd per verhalenbundels. Ik heb deze 3 sterren gegeven. Kevin, Brigitte, ik en Sander zijn dus een weekendje naar Maastricht geweest. En naar het boekenfestijn. Super goed geslaagd. En toen heb ik dus dit boek gelezen. Maar we hebben ook 2 uur in de auto gezeten. En toen hebben Brigitte en ik om zijn beurt een verhaal voorgelezen. Ik heb aan Sander voorgelezen. En gewoon elke keer tussendoor kan je een verhaal lezen. En dat is echt super leuk. Lily Mitchell's schrijft ook heel bijzonder. Het voelt een beetje, elk verhaal voelt een beetje als een toneelstuk. En ieder verhaal heeft zijn eigen toon en setting en plot. En dat vind ik heel leuk. Maar Lily Mitchell's die schrijft zulke fantastische dialogen. En sfeer. Het enige wat minpuntje aan de verhalen was dat sommige best wel niet verrassend waren. Je zag waar het naartoe liep en je wist wat het was. Maar sommige waren dan weer heel verrassend. Dat je echt ondertussen zat van, huh? Wat? Maar dat was toch, huh? En dat was heel leuk. En wat ik ook heel leuk vind is dat een paar verhalen hiervan misschien wel bekend voorkomen. Er zit een verhaal in dat voelt een beetje als The Walking Dead. Het begin, het eerste seizoen. En dan een hele eigen twist eraan. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Omdat je dan het verhaal zelf een beetje in gaat vullen met dat andere. En I don't know, super van genoten. En ik wil echt meer korte verhalen lezen. Want ik vond dit echt heel leuk. Want je krijgt gewoon zoveel verhalen. Je leest een boek omdat je een verhaal wilt weten.
En ik vind het heel leuk, hoe dikker een boek, hoe meer kracht er in een verhaal zit. En personages en je houdt van en oh, oh. Maar dit is gewoon heel veel snippets van verhalen gewoon. Ik kan deze dus heel erg aanraden als je houdt van korte verhalen. Ik ben dus geen expert. Misschien dat er veel beter op de wereld zijn. Maar ik vond deze erg leuk. Niet te eng. Maar zeker niet heel gezellig. Ik heb Harry Potter deel 4 nog niet uit. Dat is dus het probleem. Ik ben over de helft. Volgens mij. Maar hij is nog niet uit. Dus jullie houden hem te goed. Dan als laatste heb ik ook Stacks gelezen van M.A. Bennett. Het nieuwe boek van Meis en Maas. Dit boek was best wel leuk. Ook een beetje Halloween-achtig. Ik heb het boek 3 sterren gegeven. Het boek gaat over... Hoe heet ze nou ook alweer? Geer en Geer of Greer. I don't know. En zij gaat naar de prestigieuze school Stacks met een beurs. En dit is een soort van kostschool à la... ja, geen Hogwarts, maar... Van privilege, gewoon zo'n heel groot oud gebouw en iedereen draagt een uniform en er is dus een kliekje, de middeleeuwers, en die zijn dus anti-internet, mobiel, computer, televisie, alles. En daarom worden ze dus ook de middeleeuwers genoemd. En zij regeren eigenlijk de school, iedereen wil hun zijn, iedereen wil bij hun horen. En elk jaar houden zij een jachtweekend, een weekendje waarin zij op jacht gaan naar een hert, vissen en... fazanten. En daar komt ook de slogan vandaan als je het ziet. Jagen, schieten, vissen. Ze jagen dus op een hert, ze schieten op fazanten en ze vissen voor vis. En elk jaar worden er 3 mensen krijgen een uitnodiging om mee te gaan op dat jachtweekend. En dat jaar krijgt Geer er dus 1. En eigenlijk voelt het dus haar verhaal terwijl ze op dat weekendje weggaat. En dat weekendje weg is eigenlijk alles behalve wat ze had verwacht. Er zijn hele dubieuze, duistere, rare dingen aan de gang. En het wordt dus gewoon eigenlijk een survival boek. Heel leuk. Heel vlot om erheen te gaan. Het enige wat ik misschien een beetje miste was... Je had wel verschillende personages. En iedereen was wel anders. Maar toch op een manier voelde iedereen ja, herkenbaar. Het waren geen nieuwe personages. En ik vond ze ook niet uitgesproken genoeg of... Iets in die trant. Dus dat miste ik. Verder had ik zelf ook wel snel door wat er gaande was dat weekend. Terwijl de personages nog achterliepen. En dat werd ook wel verklaard. Omdat ze het misschien niet wouden geloven. Maar het bleef soms wel erg lang ergens hangen. Maar verder was het gewoon echt een boek. Met heel veel sfeer. Heel veel momenten dat je op het puntje van je stoel zit. En eigenlijk gewoon... De regels al overslaan en sneller wil kunnen lezen. Dus dat vond ik heel leuk. Wat ik ook heel leuk vond aan het boek is dat op een gegeven moment was het klaar. Je dacht dat het klaar was. En ik was het dus op mijn telefoon aan het lezen als een e-reader. En had niet fysiek het boek. Dus ik dacht, oh, ik ben bijna aan het einde. En toen kwam er weer iets bovenop. Het was nog niet het einde. Er kwam nog iets, werd nog iets ontrafeld. En dat vond ik wel leuk. En zeker omdat ik niet het boek had, dat je niet ziet, oh, ik moet nog zo'n stuk. Dus er gebeurt nog iets. Had ik het niet echt per se door dat er nog iets... Dat het nog wel even duurde. Dus toen opeens was het van, ah, we zijn klaar. We zijn aan het afronden, de laatste 5 pagina's. En dan opeens kwam er weer iets. En dan was het van, oh, nee. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En ik vond het ook heel leuk dat eigenlijk aan het einde het nog niet helemaal opgelost is. En dat kan ik wel waarderen. Volgens mij komen er nog wel meer boeken. Dat was het dan voor alle boeken die ik heb gelezen. Dan heb ik nu, zoals beloofd, voor jullie een winactie. En die is namelijk voor een exemplaar van Stacks, het boek van M.A. Bennett. Wat moet je doen om kans te maken op dit boek? Eigenlijk niks. Laat alleen even in de reactie weten dat je meedoet en je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Ik zal over precies een week de winnaar bekendmaken. Het is nu vrijdag de 3e. Vrijdag de 10e zal ik de winnaar bekendmaken. En ja, die kan dus een exemplaar van Stacks winnen. Dankjewel Meis en Maas voor deze winactie. En deze is ook in het teken van de blogtour die rondom Stacks is georganiseerd. Als jullie meer willen weten over het boek of de anderen in de blogtour willen zien, ik zal hun hieronder linken. Linkjes naar al deze boeken staan ook in de beschrijving. Linkjes naar al mijn sociale media staan ook in de beschrijving voor als je daar ook een kijkje wilt nemen. En ja, dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt doen. Doe zeker mee aan de winactie, want Stacks was echt een superleuk boek. En ja, ik zie jullie heel snel weer. Doei! Ik waarschuw jullie alvast, deze constructie hierachter
heb ik vastgemaakt aan de muur met glitter washi tape. Ik weet niet hoe dat zo lijkt. Lauren Eve weet echt op een hele beschrijvende manier te schrijven. Maar daar hoed, behoed, waar hoed en reden. Goals, zie je, daar viel die dus.